Welkom in Leefdaal, vlakbij Leuven. Een ideale bodem voor het telen van tarweplantjes. Walter Everaert runt hier al 40 jaar een familieboerderij en is een van de 20 Belgische telers die specifiek voor het rustiek brood van de Leize tarwe telen. Tarwe is eigenlijk de motor van het hele landbouwgebeuren. Men kan zich zelfs geen boerderij in een akkerbouwstreek voorstellen zonder tarwe. Wij zitten hier met een zandlijmgrond. Die zijn zeer geschikt om wintertarwe op te zetten. En die wordt vanaf eind oktober in goede omstandigheden gezaaid. En vanaf de lente begint die mooi op te komen. De oogst die is altijd voorzien rond einde juli, begin augustus. Dat is het resultaat van een jaar inspanning. En als die dan meevalt, is de boer zo gelukkig als een klein kind. Er zijn een aantal parameters waaraan tarwe moet voldoen om als bloem te kunnen dienen om brood te bakken. Dat is natuurlijk specifiek aan iedere variëteit. Wij proeven van onze eigen tarwe, ja. We steken die korrels in onze mond en we bijten daar een keer op. En als we zien dat die korrels hard zijn, dan gaan we dorsen. En zijn die niet hard, dan blijven we nog even thuis. Als de tarwe geoogst wordt, is het in deze streek gebruikelijk om de dag zelf nog de tarwe naar de graanhandel te doen. We werken samen met een lokale handelaar en die stockeert de granen. En dan wordt gekeken naar de luchtvochtigheid, dat het droog genoeg ligt, dat het geen vocht kan opnemen. De Leize moedigt haar landbouwpartners aan om aan beredeneerde landbouw te doen. Ecologisch verantwoord, met een stimulatie voor de lokale Belgische economie en met een duurzaam oog richting toekomst. Zo heeft Walter zonnepanelen liggen en het regenwater wordt hier efficiënt via de daken opgevangen om de velden mee te besproeien. We hebben hier drie bijenkasten staan. Specifiek naar de bijen toe zaaien we bloemranden. Wij zijn zeer bezorgd om het welzijn van de natuur. Omdat wij als landbouwers ongeveer de enigste mensen zijn die met de natuur leven. Met de klimaatsverandering passen we steeds meer en meer groenbemesters toe, eigen aan deze streek, en gebruiken stroodammen om in de valleien het water bij overstromingen op te vangen. Zodanig dat onze bodems in de winter er veel beter beschermd bij liggen. En Walter weet heel goed waarom hij dit dag in dag uit doet. Letterlijk voor zijn en ons dagelijks brood. In de bakkerij in Luik tovert men met traditionele technieken. De tarwe ontmoet er de huisbereide zuurdesem en het mengen van alle ingrediënten kan beginnen. Na het kneden worden de deegstukjes afgewogen en opgebold. Het deeg wordt met de hand gevormd en in mandjes gelegd. Wanneer het deeg lang genoeg heeft mogen rijzen, worden de broden al een beetje gebakken. Voor dag en dauw vertrekken deze prachtige broden naar de Leize, alwaar ze worden afgebakken, zodat we er onze tanden snel kunnen inzetten. Ik eet 's morgens graag een paar boterhammen met speculoos. Proef die lekker ouderwetse smaak met een luchtige kruim en heerlijk krokant. Je herkent de 14 broden aan het rustiek logo in de bakkerijafdeling van je De Leize. Lees er meer over op deleize.be.